Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5LS, video Warmore. En vandaag gekapot met deze dikke Vito gemaakte Owen mods. Of die te krijgen is, weet ik eigenlijk niet. Ik zou Owen even lekker benaderen op Discord. Hij is denk ik wel te vinden in mijn eigen Discord. Die is net in beeld gekomen, of die staat nu in beeld. Linkje daarvan in de beschrijving. Super vette Vito. In ieder geval het model klopt met op basis van de werkelijkheid zijn, maar de echte Vito. Er zit blauw op, zoals hopelijk, mag ik zeggen, hopen gebruikelijk is bij... Hello, who is this? Wel deze voertuigen die gereleased worden vergeten, ja. Er zit een stop- en volgbordje op die ook werken. Blauw, wit licht, oranje licht, groen licht. Bijna alles. En ik geloof ook wel een redelijk netjes interieur. Ik ga een paar vragen beantwoorden die ik heel vaak door de comments zie verschijnen. En ik hoop dat dat hiermee het een en ander verklaart en oplost. Eerste vraag die ik toevallig in mijn hoofd heb zitten is... jouw wegen zien er anders uit, hoe kan dat? Ja, dat zou kunnen kloppen. Hier gebeurt iets. Ja, achtervolging. Stap in, stap in, win. Dat is namelijk German, realistic German roads of zoiets. German road textures, geloof ik. En ja, dat de Duitse textures zijn denk ik wel te vergelijken met de Nederlandse, daarom... dat die best wel goed te doen is. De verkeerslichten, die zijn de verkeerslichten en de verkeersborden. Daarachter gaat hij. Die zijn van Wander mods. Echter kun je die misschien ook nog wel online downloaden van MH. Team MH. MH Aalsmeer, ook wel bekend. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat hij ze ooit eens gereleased heeft. Maar dan kom ik eigenlijk direct bij mijn volgende vraag. Daarvoor gaat hij nog steeds, hè? Of mijn volgende antwoord op een vraag, en dat is namelijk waar zijn alle dingen heen? Waar zijn alle Nederlandse dingen heen? Is hier nou omlaag gegaan? Het is tot de mot het aangaf, anders was ik volle vaart vooruit gereden. En dat is, die zijn allemaal weg of op privé gezet. En hoe komt dat nou? Mijn game hangt een beetje vast, maar daar gaat hij weer. Ik ben ondertussen twee dingen tegelijk aan doen, en zoals jullie weten kan een man dat niet altijd heel goed. Nou, dan ben ik hem wel kwijt, denk ik. Hoe komt dat nou dat die dingen allemaal offline zijn gezet of gehaald of zijn verwijderd zelfs? Heel simpel gezegd, er is ook een Roblox community. En de Roblox community vindt het blijkbaar nodig, een aantal, sorry, want ik weet dat heel veel van mijn kijkers waarschijnlijk ook Roblox spelen. Dus voordat ik iedereen ga... beledigen. Een aantal makers van voertuigen, die maken ze niet daadwerkelijk, die rippen ze, zoals we dat noemen. En rip is eigenlijk het voertuig van GTA downloaden, door een bepaald programmaatje te halen, en dan krijg je hem unlocked. Alle voertuigen worden locked, gereleased, wat er eigenlijk inhoudt. Er zit een slotje op, waardoor jij niet die lichtbalk eraf kunt kopiëren en plakken op een ander voertuig, of het hele interieur kunt kopiëren, of die flitser die ze er goed uitziet kopiëren, of de hele Vito. Nou, hun kunnen dat dus wel met een programmaatje. Ze zetten deze auto bijvoorbeeld erin en knip en plak, niet letterlijk, staat het in Roblox. Nou, dat is natuurlijk heel flauw en ook niet de bedoeling. Daarom zijn al die mods eigenlijk verwijderd. Dus je moet geluk hebben als je ze allemaal nog op je computer hebt staan, en anders vrees ik toch echt dat je ze pech hebt, omdat je ze ook namelijk niet mag doorsturen. Of ja, ik vind dat dat niet mag, en meerdere mensen denken daar zo over. Het is niet netjes als iemand iets verwijdert dat je het dan zelf weer gaat verspreiden. In ieder geval daar genoeg over gezegd, hoop dat dat duidelijk is. We hebben dus net een achtervolging gehad, het voertuig reed langs en blijkbaar waren collega's in de achtervolging. Ik heb verder niemand van de collega's gezien, dus ik weet ook helemaal niet wat strafbaar feit was. We zijn hem in ieder geval kwijt. We zijn ingemeld, het is een nachtdienstje met deze Vito. Ik heb wel genoeg gepraat, denk ik zo. En voor de rest geen bijzonderheden. Ja, ik ben zelf erg druk. En ik wil niet mijn kanaal opgeven in dat opzicht. Dat ik echt zeg van ik stop ermee. Maar ik heb het gewoon echt druk met een extra opleiding. Bovenop de opleiding die ik al heb gedaan. Ik heb verpleegkunde gestudeerd. En ik zit nu op een HBO opleiding die daarop aansluit.
En dat is wel even another biscuit, zoals weet die gast Louis van Gaal zou zeggen. Oftewel, dat is andere koek dan dat ik gewend was. Dus dat is heel hard werken en school en werk. Daarnaast doe ik dat ook nog. Staat voorop. Dus wanneer ik tijd heb, wanneer ik zin heb, neem ik op voor jullie. Zoals vandaag dus. We gaan eens kijken of er een leuke melding komt. Ik zei wel een nachtdienst, maar ik geloof dat het wel bijna ochtend wordt. We've got a suspicious person on Sonora Way. Dat is geloof ik heel ver. Ja, dat gaan we even niet doen, hè. Ja, dan met het de informatie dat ik net zei dat ik echt druk was, kan ik daar misschien ook alweer een vraag die ik ook veel krijg beantwoorden. Wanneer weer eens roleplay? Nou, ik zit in principe, heel officieel, zit ik bij de hulpdiensten Benelux. Echter ben ik nog nooit aanwezig geweest in die vier weken of zo dat ik nu zit. 12.01, 12.01 over. Hoe komt dat nou? 1 Lincoln 18. We've got a 484 in Marietta Heights. Nou, wat ik zeg, ik ben gewoon heel erg druk met school en werk. En als ik al vrij ben 's avonds, dan heb ik soms ook wel een zin om even lekker met de boys, zoals de mensen dat, of zoals we dat noemen, met de boys Call of Duty te spelen of zo. Waar het op neerkomt, ik heb gewoon echt geen tijd voor opnames in roleplay. Want zoals jullie dan waarschijnlijk wel, als je roleplay een beetje kent, weten, je moet toch een heleboel mensen bij elkaar weten te verzamelen. En die mensen die zijn niet altijd even behulpzaam in dat opzicht, dat iedereen wel even van zich moet laten horen. En het is allemaal grappig en het is niet binnen een half uurtje klaar. Ook al wil je een video van 10 minuten maken. Dat is gewoon een feit. We zijn tenminste plaatsen bij een winkeldief. En we gaan even kijken wat hier verder los is. En of daadwerkelijk een winkelboef hier raakt. Dus ik ga mijn best doen, maar ik kan daar echt niks in beloven. Goedendag schotel. Hallo agent. De boef is achterin. Copy that. Ik ga even met de beveiliger praten, want blijkbaar heeft deze winkel een beveiliger. Goedendag. Wat is hier aan de hand? Oh wacht. Wat is er gewoon? Nou, dat is de security die dat zegt. Er is een poging gedaan tot winkeldiefstal. Gelukkig heb ik de boef weten te vangen terwijl die probeerde weg te gaan. Het gebeurt steeds vaker deze dagen. Hier, nou, dat is geloof ik een she. Probeerde dingen te stelen in totaal van $242. Nou, dat is een heleboel geld. Mevrouw begint boos te worden. Dat zijn allemaal leugens, klootzak. Waarom de fuck heeft deze winkel ineens goede beveiliging? Nu moet ik naar de binnenstad gaan om een gratis spullen te krijgen. Winkeldiefstal is geen misdrijf. De echte misdadigers zijn de mensen die deze spullen verkopen. Heb je niet de prijzen gezien die ze tegenwoordig hanteren, agent? Als je de prijs hebt gezien, dan weet je wel dat de... tot winkeldiefstal zo gewoon wordt deze dagen. Oké. Okay. Ze zegt achteraf, maar ja, weet je wat, ik was niks aan het doen. Ik was gewoon even rond aan het kijken. Deze man liegt. Nou, ik geloof dat je jezelf wel een beetje tegenspreekt in dit verhaal. Oftewel, je zegt gewoon eerst van, ja, het wordt steeds duurder, dus ik moet mijn gratis spul nu ergens anders gaan halen, bla bla bla. En ik heb trouwens niks gedaan. Goed, beste heer, wij gaan deze mevrouw aanhouden voor winkeldiefstal. Wow. We gaan meewerken, ben niet de antwoordplichtige verrecht op een raadsman. Die raadsman kunt die krijgen in het politiebureau. You're under arrest, you piece of crap. We gaan nu in de boeien doen. En fouilleren mag ik officieel niet doen. Ik doe het wel even, anders moet ik weer een vrouwelijke collega deze kant op laten komen. Het duurt allemaal lang, ja toch. En zij had... even kijken, een paar pillen in een plastic bakje, drie pillen zonder markering erop, een vliegtuigticket en een lockpick. Dat is denk ik, als ik het zo begrijp, iets om sloten mee open te maken, maar ik weet het eigenlijk niet. En een telefoon. Al met al net allemaal niet illegaal wat ze bij zich heeft. Die ik noem het al meteen drugs, maar wat ik wil zeggen, die pillen kunnen dus wel drugs zijn. En even een transportje deze kant op laten komen. Required. Dat is ook een vraag die ik veel krijg. Waarom neem je die persoon zelf niet mee?
Nou, in dit geval rijd ik wederom solo. Waarom doe ik altijd solo rijden? Ja, omdat ik vergeet eigenlijk vaak een collega erbij te roepen. En ook omdat ik dan nu lekker weer door kan naar de volgende melding. Dus als ik met z'n tweeën rijd, dan mag ik de verdachte achterin laten. Nu in de coronatijd zijn er ook speciale busjes die de transporten doen en doen de noodhulpeenheden het niet zelf. Dus in principe klopt het nu dus wat ik doe. Dan gaan we door. Het is dus inmiddels daglicht. Dat maken we allemaal niet uit. We doen gewoon een halve nacht ochtenddienst. Of het was gewoon een hele ochtenddienst. Want als je om 7 uur begint, dan is het geloof ik nog wel even donker. Tegenwoordig in de winter. Of ja, in november nu en in de wintertijd. Dus het kan allemaal, joh. We have shot fired at an officer in La Mesa, code 99. All units respond. Nou, naar een collega die is beschoten tijdens een verkeersstop. Onbekende situatie, weet je niet of de collega gewond is of de collega alleen zelf heeft geschoten, weet alleen dat de schoten zijn gelost. Ik heb ook een mod geïnstalleerd dat het drukker is op de weg op bepaalde tijdstippen. Zo zie je dat 's nachts bijna niemand rijdt. Overdag, nu dus ook 's ochtends, meer mensen rijden. En ook in bijvoorbeeld Sandy Shores minder mensen rijden dan hier in de stad. We need backup now! Oh shit. Copy that. Moving right now. Dispatch, Ocean 1 here, we can take that if no one else wants it. Au, dit gaat helemaal fout. De twee collega's van voren zijn al dood. Zitten ze in één verdachte ook. Ik zit vast hier. Zo. Tweede verdachte ook uitgeschakeld. Die vrachtwagen rijdt nog even over mijn collega heen. Gaan we meerdere collega's naderen. Collega, houden jullie hem in de gaten. Ik loop door naar de andere verdachte. Het gaat regenen. Ik zet zo de regen uit, want ik begreep ook van jullie in de comments dat die regen erg irritant was. Ik ervaar dat zelf niet zo, maar als jullie dat ervaren zal dat ook zeker zo zijn. Ik kreeg er namelijk meerdere comments over. Voertuig is leeg, wapens bergen en graag met spoed deze kant op een ambulance. Dus ik zet het even uit. Ik vond het zelf wel leuk, maar als jullie nogmaals zeggen dat het irritant is, dan geloof ik jullie op jullie woord. Waarom ziet die collega er zo uit? Dat is een foutje. Dan gaan we even alle wapens bergen. En hij crasht. Allemaal geen probleem veel meer. Ik ga ja, goed. Ik zie jullie zo meteen weer. We gaan hier alles laten zoals het staat, want dan kunnen we niet meer oplossen namelijk. Oh, goed. Ik weet niet wat hier los is met dit voertuig. Maar er is iets los. Hij rijdt namelijk heel raar, of zij. Laten volgen, want dit is natuurlijk geen plek om te stoppen. Er waren genoeg kansen, ik weet ook niet waarom. Ik zit te zien zaaien, ik zie het niet goed. Niet volgden. Goedendag mevrouw. Hey. Heeft u voor mij een rijbewijs? Reden van de staande houding is het feit dat ik u toevallig over de stoep zie rijden.
vervolgens een steegje in zich gaan, daarna tegen een muur aanknalt. Al met al vreemd rijgedrag. Ze vragen ook, heeft u iets gedronken? Daar hoef ik geen antwoord op te geven, zegt ze. In principe is gelijk, ze is niet het antwoord verplicht, maar het maakt haar wel extra verdacht. Of heeft u drugs genomen? Niet recentelijk, nee. Het kan wel zo zijn, ook al heb je gisteren of eergisteren drugs genomen. Dat is een beam. Dan zit het er nog in je bloed en misschien zelfs tijdens een speekseltest ook. Dus ik ga u laten blazen. Ik kom even aan uw kant staan. En ook een speekseltest, speekseltest afnemen. En dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat met de beste vrouw. Heeft gedronken, niet te veel, toch? Nee, het moet... Ofwel? Nee. Het moet 0, nee, niet te veel. Oké, okay. Dus ze heeft wel gedronken. Maar het is gewoon niet... Ze mag nog rijden. Of verstandig is, zeker niet. Dus dat gaan wij ook benoemen bij de beste vrouw. We gaan ook even een kentekencheck doen. Kijken of er nog iets op het voertuig staat en anders... Mag ze denk ik haar weg vervolgen? Ik twijfel een beetje. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 07 uniform papa x-ray 502. No 1099. Ik zou zeggen ze mag nu niet, ze krijgt van mij een rijverbod op basis van artikel 5, gevaarlijk rijgedrag. Ze reed net namelijk over de stoep tegen een gebouw aan, ondanks dat ze dus niet niet te veel heeft gedronken volgens de wet, zeg maar, want ze zat op, je mag 0,08 hebben en ze zat op 0,016, dat is in het geel, dus het is minder toch. Ik ben even heel slecht aan rekenen, maar ja, ze rijdt dus wel zeer gevaarlijk over de stoep, dat is niet normaal, dus ik ga er gewoon een rijverbod opgeven. LSPD, don't make me shoot you. Dat is overdreven, Wim. U gaat uw weg te voet vervolgen. En de voertuig mag iemand ophalen die niet gedronken heeft. Dit negeer ik even. Ik heb mijn plicht gedaan. Tot ze nu verder rijdt. Oh nee, toch niet. Ze pakt even de spullen. En ze gaat de voet verder. Al met al, Wim lost het weer perfect op. Even kijken of we melk kunnen pakken en anders... en daarna zal het wel wat einde dienst zijn. Want naar mijn idee zijn we lang bezig. Nu al. Is reporting a robbery in Davis. Units respond code 3. Iemand met een mes zou... even kijken. Person attacking people with knife at the train station. Oeh, dit kan wel eens een aanslag of iets zijn. We gaan alleen met blauw. Zodat we... zodat we niet veel opvallen. Maar daar is wel, dat wordt wel van ons verwacht dat we daar snel te plaatsen gaan zijn. Links vrij. Want dit is natuurlijk niet goed als er daadwerkelijk iemand, lekker binnenbochtje, met een mes zit te steken. Ja, daadwerkelijk steekpartij. Staan blijven. SC tramverkeer even stilzetten. Stoppen. Wat die? Oh, zijn schoten gelost! Noodknop! Waar zit die noodknop ook alweer? Copy that. We're moving right now. Stoppen! Copy that. Moving right now. Waarom mist Wim? Hij heeft al heel lang een IBT nog gehad. Ik word van rechts ook beschoten geloof ik. Stoppen! Daisy, pak hem dan! Stoppen, vriend! Jullie kunnen wel erachter... Oh my god, waarom stopt die gast niet en waarom doen mijn collega's niet? Waarom heb ik zo weinig kogels in mijn neem? Stop nou! LSPD, don't you move! Nou, goeiedag schotel Peter. Zo, we hebben wel even zieke ontwijkactie gedaan toen we net over dat ding konden klimmen. Wel chill dat de Daisy hier ter plaatse kwam. Oké, dames en heren, wij gaan ermee kappen voor vandaag. We hebben weer voor ons leven moeten rennen en weer voor ons leven moeten schieten. Al met al zijn we tot de conclusie gekomen dat Wim wel even een... Oh, daar stond mijn Vito natuurlijk. En nu niet meer. Wel veel collega's op afgekomen, dat is fijn. Al met al, conclusie, Wim moet opnieuw naar de IBT-training, oftewel even weer leren schieten.
Hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn situatie in dat opzicht. Hè. Het drukker zijn en minder video's uploaden is al speelde langer natuurlijk. En, maar ik blijf in ieder geval wel doorgaan voor jullie. Ik zou zeggen, fijne avond, fijne dag, fijne middag, fijne ochtend, fijne nacht wanneer je kijkt. Fijn weekend en de ballen laat ze vooral niet vallen. Doei!